Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Veel politieke ideeën over het tekort aan sociale woningen, maar wat doe je als je al 9 jaar op een woning wacht? Op tijd ga ik eens gaan kijken. Allee, je wordt ook wel verwittigd. Allee, op tijd wordt iets op de hoogte gebracht. Je kunt tegenwoordig gelukkig wel via de computer eens kijken op welke plaats dat je staat. Maar ja, de laatste keer dat ik gekeken heb, was dat op de 600ste plaats. Dus het is nu niet dat ik constant moet kijken. Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependalen, gaat in debat met Björn Mallans namens de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen. En een nieuwe dag, een nieuw schandaal en horden lopen voor Boris Johnson. Straks een update met Lia van Beckhoven. Het is woensdag 26 januari. Hartelijk welkom. Het jaar is nog jong, maar de discussie rond sociale woningen blijft de politiek beheersen. Vandaag kopte de Standaard dat Brussels minister van Financiën Sven Gats naar het Fonds voor Sociale Woningrenovatie kijkt om de miljarden voor tunnels en metro's in Brussel te vinden. Onlangs waren er ook de voorstellen van Vlaams minister voor Wonen Diependalen. Die wil geld overhevelen naar bouwpromotoren om sneller te kunnen bouwen. Intussen zwellen de wachtlijsten voor een sociale woning aan. Maar over wie gaat het eigenlijk? Deborah Votken en Sophie Vaas. Met een gemiddelde huisprijs die boven de 300.000 euro ligt, is een eigen woning kopen voor veel Vlamingen onbetaalbaar geworden. En voor een flat betaal je in Vlaanderen gemiddeld al bijna 650 euro huur. Voor 171.000 gezinnen biedt huren op de sociale woningmarkt de oplossing om niet in armoede te moeten leven. Isabel is er daar één van. Haar appartement huurt ze via de sociale huisvestingmaatschappij Ninove Welzijn. Hoe lang woont u hier al? Nu ongeveer 3 jaar. Ja. Ik zal u even binnenlaten. Dus zoals je kunt zien, hier is de living, de eetplaats, de keuken. Ik heb een berging, een ruime berging. 2 slaapkamers, badkamers, een ingang en een toilet. Ruim voldoende voor u? Meer dan ruim voldoende, ja. Zeker en vast. Want met hoeveel woont u hier? Wij wonen hier momenteel met 3. Dus nog een zoon en zijn vriendin woont hier ook bij mij. Isabel betaalt 316 euro huur per maand. Als verkoopster in een groot warenhuis heeft ze een maandelijks inkomen van 1600 euro. Ik denk, als je een keer ziet wat er hier allemaal aanwezig is, door de maatschappijen toch wel. Als je zoiets gaat huren in de privé, dat gaat toch wel rond de 700-800 euro gaan moeten betalen. Als alleenstaande is voor mij in de privé huren, denk ik dat dat een heel groot verschil gaat maken. Ja, iets extra van kleren, een keer schoenen. Je kunt dan een keer iets meer uitgeven. Je kunt dan een keer aan iemand vragen van gaan we een keer gaan shoppen, gaan we een keer samen iets gaan eten. Zo van die dingen. Is dat het verschil tussen wel of niet in armoede leven, denk ik? Ik kan nu niet zeggen dat ik in armoede leef, nee. Ik zou niet graag in de schoenen staan van mensen die privé moeten huren, die misschien ook wel 3 kinderen hebben, alleenstaande mama's of ja, alleenstaande papa's. Als die privé moeten gaan huren met hun kinderen, denk ik niet af dat voor de mensen prettig moet zijn. Zeker niet. En toch, ze zijn met veel. Een 250.000 Vlaamse huishoudens wonen in een private huurwoning, hoewel ze in aanmerking komen voor de sociale huurmarkt. 170.000 gezinnen staan ook effectief op de wachtlijst. Ook Annemie, een alleenstaande mama uit Sinai, heeft er recht op en staat al sinds 2013 op de wachtlijst. Op tijd ga ik eens gaan kijken. Allee, je wordt ook wel verwittigd. Op tijd wordt iets op de hoogte gebracht. Maar ja, de laatste keer dat ik gekeken heb, was dat op de 600ste plaats. Dus het is nu niet dat ik constant moet kijken met de gedachte van... Ooit was het huisje waar Annemie nu inwoont ook een sociale woning, maar de toenmalige bewoners kregen de kans om dat op te kopen en te verhuren. Hoe moeilijk was het voor u om op de private huurmarkt als alleenstaande moeder iets te vinden?
Ja, heel moeilijk. Vanaf dat je naar een huis ging gaan kijken en er waren twee verdieners die ook kwamen kijken, dan ja. Ja, en zeker, ja, nee, dat was heel moeilijk. Ik heb eigenlijk via geluk gehad om dit te kunnen huren. Want ik denk dat ik anders nog veel langer had moeten zoeken. Annemie betaalt €775 maandelijkse huur. Omdat ze al zo lang op de wachtlijst staat, krijgt ze een huurpremie. Maar het is al niet te min. Gaat meer dan de helft van wat ze verdient als verkoopster op aan wonen. Als je weet dat ik 1400 à 1500 inkomsten heb, dan is het meer dan een helft. Hè. Meer dan een helft. Wat zou het voor u concreet betekenen als ze u zouden zeggen, morgen mag u verhuizen naar een sociale woning? €400 meer op een maand. Allee, dat doet al heel veel mee. Hè. Kun je wel al eens zeggen tegen uw kinderen, hè, van kom, we gaan een keer een weekend naar de Ardennen. Of ja, hey, wilde jij dat en krijg je dat? Allee, €400. Maar voor Annemie blijft het nog even creatief puzzelen met het beschikbare budget en hopen dat er toch ooit wat schot komt in de zaak. Toen ik eigenlijk me ging gaan inschrijven, weet ik nog dat ik vroeg van wat is de gemiddelde wachttijd? En dat was 6 à 7 jaar. En als je nu zou gaan vragen wat is de gemiddelde wachttijd, is dat al 11 à 12 jaar. Dus ja. Maar dan zijn je kinderen waarschijnlijk al... Al groot. Ja. Ja. Ja, en bij ons Matthias Diependalen, bevoegd minister, en Björn Mallands, directeur van de Vlaamse Vereniging van Huisvestingsmaatschappijen. Meneer de minister, dit zijn de mensen waar het echt over gaat. Hè. Dit is, we zagen haar hier op het einde aan het woord, een vrouw die op een wachtlijst staat sinds 2013 en nog vele jaren te gaan heeft, blijkbaar. Ja, eerst en vooral mijn sympathie en waardering voor de dames in kwestie. Hè, want het gaat om mensen die effectief werk hebben en die dus ook in aanmerking komen voor een sociale woning. Nu, ik wil me niet uitspreken over een specifiek geval, want dat is altijd een beetje gevaarlijk. Maar we weten dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale woning is ongeveer 4 jaar. Maar dan hangt het er een beetje vanaf hoe men natuurlijk de aanvraag heeft ingediend en welke voorkeuren men aangegeven heeft op die aanvraag. En dat kan dat zijn dat men een specifieke wijk wil wonen of een buurt van een stad, wat dan ook, waardoor dat die wachtlijst of die wachttijd iets langer duurt. Want die woning moet dan... Of misschien de omvang van de woning in verhouding tot de kinderen. Aantal kamers en dergelijke meer. Ja, maar de gemiddelde wachtlijst over heel Vlaanderen, dus als we het totaalplaatje bekijken, is ongeveer 4 jaar. Ongeveer 4 jaar. Nu, als we hier kijken naar dit specifieke geval, we zagen ook de andere vrouw die heel tevreden is met waar ze woont. Ja, in dit geval zien we ook wel dat deze dame in voortdurende angst eigenlijk bijna moet leven om het financieel toch te kunnen bolwerken. €400, dat maakt voor haar een enorm verschil. Ja, maar ik denk dat het eerste voorbeeld zeer duidelijk aangeeft dat ons model van sociale woningen echt wel werkt. Hè. Voor mensen met een lager inkomen is ongeveer €300-350 huurgeld dat men betaalt. En dan houdt men ook op een laag inkomen voldoende vrij om nog een deftig leven uit te bouwen. Dus dat toont eigenlijk aan dat het helemaal lukt. We zitten inderdaad, de grootste uitdaging ligt aan die mensen die op de wachtlijst staan, maar waarvoor we op dit moment nog geen woning ter beschikking hebben. En dat inderdaad is de uitdaging in Vlaanderen. Want dat is te weinig woningen. De beschikbaarheid van sociale woningen, daar lukt het duidelijk niet op dit moment. Meneer Mallands, is dit voor u herkenbaar, deze getuigenissen? Het is absoluut herkenbaar en ik denk dat het inderdaad heel duidelijk illustreert dat wat wij hebben als sociaal woonmodel, de manier hoe dat wij met sociaal wonen omgaan in Vlaanderen, dat een dam tegen armoede is, dat effectief een oplossing is voor heel veel mensen die in de problemen zijn. En inderdaad, dat moeten we vaststellen, van er staan momenteel 170.000 gezinnen, het gaat niet enkel over individu, maar het gaat over gezinnen, op de wachtlijst. En dan moeten we vaststellen dat we toch moeten proberen het tandje bij te steken. Bijsteken voor 170.000 gezinnen, dat is meer dan een tandje bijsteken. Dat is een behoorlijk tandje bijsteken. Want het is een oud zeer, hè? We hebben het er al over gehad. We hebben het er al heel lang over gehad. En inderdaad, en we proberen zowel vanuit het beleid als vanuit de sector al heel lang om daar oplossingen voor aan te brengen. Laten we misschien toch ook eens even benoemen. Ik leg het aan u beiden voor. Ja, als je ziet hoe de situatie hier is, dan slagen wij er echt niet in wat een aantal van onze buurlanden wel kunnen doen. Hè. In Vlaanderen ongeveer
6% van de gezinnen in een sociale woning. In Nederland is dat bijvoorbeeld 30%. In Frankrijk 16%. Ja, maar ik zie u al klaar zitten om... Ja, inderdaad. Ik zou heel voorzichtig zijn met de vergelijking die men voortdurend maakt met het buitenland. Want ik denk dat er niemand kan beweren dat de woonsituatie in zijn totaliteit in Nederland op de dag van vandaag zoveel beter is dan in Vlaanderen. U hebt het dan over zeer hoge koop- en huurprijzen, ja, op de markt. Ja, inderdaad. En daar komt nog veel meer onder druk. Maar je hebt natuurlijk... Ja, de situaties zijn meestal historisch gegroeid. En in Vlaanderen heb je bijvoorbeeld een veel grotere eigenaarsmarkt. En dat is altijd sinds de jaren 50... een zeer duidelijke keuze geweest van het beleid. En daar sta ik ook vandaag nog altijd achter. Dat we zoveel als mogelijk mensen moeten de mogelijkheid geven om een eigen woning aan te schaffen. Dat is nog altijd de allerbeste dam tegen armoede. Zeker een keer dat je op pensioen bent, dat je je eigen woning hebt. Mm-hmm. En in Vlaanderen is dat 72% volgens de laatste cijfers. Vergelijk dat met Nederland, waar dat net iets meer is dan de helft. Dus in die zin denk ik dat we toch wel moeten voorzichtig zijn maar om te doen alsof de situatie in andere landen beter is. Nee, maar op vlak van sociale woningen is het een ander verhaal, hè? Ja, absoluut. Ik denk dat we daar in de jaren 80 de kans hebben laten liggen als overheid om meer te investeren. We zien effectief 30% in Nederland. Oké, je kan er een aantal kanttekeningen bij maken op vlak van eigendom en dergelijke. Maar bijvoorbeeld ook in de Scandinavische landen komen we heel gemakkelijk tot 15-20% sociaal woonaanbod. Dat hebben wij niet. Wij hebben daar inderdaad door, denk ik, in het verleden heel veel in te zetten op die eigendomsverwerving. Misschien ook mensen eigendom te laten verwerven waar het minder evident was. En dan denk ik toch wel dat we moeten vaststellen dat met de 5-6% die we nu hebben, dat als je het vergelijkt met de ons omringende landen, dat het aandeel te beperkt is. Laten we meteen eens kijken. Ik laat u zo meteen antwoorden, meneer de minister. Maar u gooide onlangs een bommetje eigenlijk in de hele sector met uw voorstel. Ja, laten we 500 miljard ongebruikt budget dat er op dit moment is, doorschuiven naar die bouwpromotoren die er dan wel iets mee kunnen doen om bijkomende woningen te creëren. Want ja, dat budget blijft op dit moment ongebruikt. Heeft veel reactie uitgelokt, ja, op vele fronten. Inderdaad, maar vandaag doen we dat al. Hè. De private sector wordt al betrokken bij het bouwen van ook sociale woningen. Dus dat systeem bestaat al. Lijkt mij ook succesvol. Dat wordt niet in vraag gesteld op zich. Maar het gaat eigenlijk over... Je hebt drie onderdelen op de woningmarkt. En we moeten alle drie van die onderdelen in de gaten houden. Eerst heb je vooral de koopmarkt. Hè. Dat zijn die eigenaars. Dat is nog altijd de grootste markt. En ik ben het er in die zin niet mee eens. Ik denk dat dat wel belangrijk is, dat we daar blijven op inzetten. Daar hebben we de registratierechten voor verlaagd, want ook mensen krijgen het moeilijker en moeilijker om een eigen woning te verwerven. Dus dat hebben we opgelost. Opgelost of toch op ingegrepen. Ten tweede denk ik dat we maximaal blijven inzetten op het bouwen van sociale woningen, want daar moeten we het een keer over hebben. Hè. We hebben vanuit de Vlaamse overheid zetten we heel wat geld ter beschikking. Maar de vraag is of dat ook lukt om dat volledig om te zetten in stenen. Hè. Ik denk dat daar een uitdaging ligt waar dat we elkaars partner moeten zijn. Maar dan is er nog een derde deel, dat is ongeveer een twintigtal procent van die woonmarkt, is de private huur. En dan zie je dat je daar ook aan de onderkant van die private huurmarkt alsmaar grotere uitdagingen hebt. Hè? Die huurprijzen die altijd maar stijgen. Mm-hmm. En het idee was inderdaad om te zorgen dat private aanbieders daar woningen zouden kunnen op aanbieden tegen een verlaagde huurprijs. En dat is natuurlijk de kern van het voorstel. Geconventioneerd huren heet dat. Dat je eigenlijk gaat zorgen dat op die private markt goedkopere, betaalbare, bescheiden woningen worden aangeboden. Meneer Malansat, zorgde wel wat voor reactie, behoorlijk wat, in uw sector? Want ja, het is eigenlijk wel een rechtstreekse aanval op dat geld staat er maar en jullie doen er niks mee. Absoluut. Misschien één reactie die ik ook nog wil geven. Wij hebben helemaal geen probleem met eigendomsverwerving. Hè. Nee, ja. Meer nog. Ik denk dat zou er meer op moeten ingezet worden? Ik denk dat de middelen die er nu zijn absoluut goed worden ingezet. En ik denk ook dat wij vanuit de sociale huisvestingssector, en ik denk dan bijvoorbeeld rond sociale leningen en sociale koopwoningen, ook wat dat betreft heel goede initiatieven nemen. Dus het is zeker niet zo dat wij het ene model tegen het andere afzetten. Nee. Moet ik nu besluiten dat eigenlijk er aan elkaar niks te verwijten valt? Dat alles wel goed draait zoals het is? Nee. Dat is dan het tweede element over ik wou net zeggen, voilà. Bijvoorbeeld dat geld waar jullie niks mee doen, daar moet u zich toch op aangesproken voelen? Wel, ik denk dan vooral, als er effectief middelen over zijn, dan moeten we denk ik vooral kijken van hoe dat komt.
En dan moeten we denk ik eerst... En hoe komt het? Waarom worden die niet gebruikt? Want maar, dat is zijn, wat de minister zijn... zegt, hè? Er zijn denk ik heel veel redenen. De financiering van sociale huisvesting is heel krap. Wij moeten gemiddeld voor €330 in de maand verhuren wij woning. Mm-hmm. Dat is goed, want dat is heel belangrijk. Zoals we in de reportages hebben gezien voor de doelgroep. Op hetzelfde moment moeten we natuurlijk vaststellen om een economisch model op te bouwen met €330 per maand. Mm-hmm. Om een afbetaling te doen, dat is niet evident. Op hetzelfde moment. Ja, maar kan u dat eigenlijk eens uitleggen in mensentaal? Want wat we hoorden de voorbije week is, goed, dat budget wordt eigenlijk niet gebruikt omdat er ook een heel afwachtende houding is in uw sector omwille van een grote hervorming waar de minister mee bezig is om eigenlijk alles... Dat was mijn tweede punt. Daar ging ik op komen, maar het is goed dat je het zelf aanbrengt. We zitten natuurlijk op dit moment met waarschijnlijk de grootste herorganisatie van sociaal wonen ooit. Mm-hmm. Wij zijn daar zelf als sector ook bij betrokken. Heel dichtbij betrokken. En we proberen die ook mee vorm te geven. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat er heel veel energie en heel veel tijd vanuit de huisvestingsmaatschappijen naar die herorganisatie vloeit. En dat is natuurlijk tijd en energie die we niet kunnen besteden in nieuwe projecten. Ja, maar kan u bijvoorbeeld ook, zeg nu, dat geld gebruiken om op renovatie in te zetten? Want dat is dan eigenlijk wat u bedoelt. Dat is al zo. Ik denk dat vandaag ongeveer 45% van de middelen gaan al naar renovaties. Maar de hele hervorming is er eigenlijk op gericht. En ik denk dat we daar elkaars partner zijn om effectief meer capaciteit te hebben. Dus we merken al sinds 2013 ongeveer dat de sociale huisvestingssector daar aan een soort glazen plafond zit. We zitten ongeveer aan een 750 miljoen, met een uitzondering in 2015, denk ik, is een keer naar 850 miljoen. Maar het maximum is altijd geweest 750 miljoen. En wij hadden vorig jaar 1,1 miljard ter beschikking. En dan is natuurlijk de vaststelling van we willen die capaciteit omhoog, we willen meer gaan bouwen, maar daarvoor proberen we nu die sector te hervormen. Dat is inderdaad een zeer ingrijpende hervorming, maar dat heeft natuurlijk wel de bedoeling om op lange termijn, dat is altijd het probleem bij hervormingen, dat vraagt zijn tijd, maar op lange termijn sneller die centen te kunnen omzetten in woningen. Ja. Nu, wat daar vervelend is, denk ik... Een goed idee? Het idee as such, daar staan wij achter. Hè. Ik bedoel, we hebben ook ons medewerking daaraan verleend. Wat natuurlijk wel vervelend is, is... De hervorming zou moeten klaar zijn op 1 januari 2023. We zijn nu bijna februari 2022 en we weten nog altijd niet wat de werkingsgebieden zijn. En dat is iets wat voor onze sector heel vervelend is. Mm-hmm. Omdat dus dat is waar dan die nieuwe entiteiten eigenlijk moeten... Eigenlijk komt erop neer met wie moet samenwerken. Dus we weten dat we hervormingen moeten doorvoeren. We stappen ook graag mee in dat traject, maar we weten nog altijd niet met wie. En dat maakt het heel moeilijk. Dat iedereen afwachtend is. Het zorgt er natuurlijk ook voor, heel concreet, als je niet weet in welke gemeente dat je in de toekomst nog actief gaat zijn, dat natuurlijk bepaalde initiatieven in die gemeentes, zowel vanuit de gemeente als vanuit de huisvestingsactor, dat die natuurlijk niet gaan opgestart worden. De vraag is wel, ik wil het naar de mensen zelf terugbrengen, want ik hoor een voorstel, ik hoor een reactie daarop van ja, maar er zijn redenen waarom wij op dit moment op de rem staan. Al die politieke ideeën die we op dit moment horen, het gebrek ook aan initiatief, misschien dit zorgt wel voor onzekerheid en stress bij mensen die zo'n sociale woning nodig hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan uw collega Somers, die zegt ja, als blijkt dat iemand arbeidsgeschikt is en woont in zo'n huurwoning, ja, na 9 jaar is dat wel einde verhaal. Daar reageerden de betrokkenen ook op van wat staat mij hier eigenlijk te wachten? Ja, maar het is niet aan mij om iemand anders zijn voorstel naar voren te brengen. Nee, maar goed, u zit samen in die Vlaamse regering, hè, toch? Ja, inderdaad, ja, maar dat was een voorstel van collega Somers. Maar het is wel zo, er zit vandaag al een deel van die filosofie in het systeem. Hè. Dus trouwens mijn voorgangster, Lisbeth Homans, die dat heeft ingevoerd, dat je sinds 2017 een huurcontract, een sociaal huurcontract, sinds 2017 is afgesloten, komt sowieso te vervallen na 9 jaar. Men gaat dan kijken, voldoet men nog aan de voorwaarden? En pas dan wordt het opnieuw verlengd voor 9 jaar. Mm-hmm. Tot 2017 was elk sociaal huurcontract, bij wijze van spreken, eeuwigdurend.
daarbovenop. Maar u weet ook dat experten daarvan zeggen, ja, als je iemand in die omstandigheden naar de privémarkt duwt, dan duw je ze misschien even goed opnieuw in armoede. Dit gaat vaak om mensen die weinig inkomen hebben. Dat is niet waar. Dat inkomen is op dat moment gestegen. Hè? Want als men niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden, dan pas wordt men naar die privémarkt gestuurd. En dat lijkt me ook maar logisch. Wij vragen van onze samenleving een deel solidariteit die we graag bijdragen voor mensen die dat effectief nodig hebben. Maar als sociale huurders dankzij die sociale huurwoning dikwijls stappen vooruit hebben kunnen zetten in het leven en hun inkomen hebben kunnen opkrikken, dan kunnen wij daar als samenleving alleen maar voor applaudisseren. Okay. Maar dan heeft men natuurlijk ook die ondersteuning van de samenleving niet meer nodig. En dan kunnen we die woning, want dat is het belangrijkste, die woning kunnen we dan wel gebruiken voor iemand die het op dat moment wel meneer nodig Mallans, heeft. Meneer Mallans, u die er midden in staat. Ik moet zeggen dat ik het op dit moment eens ben met de minister, namelijk dat de checks en balances in het model zoals het nu is, al aanwezig zijn. Mm-hmm. Het is niet enkel dat na 9 jaar het inkomen wordt geëvalueerd. Het is ook zo dat elk jaar de huurprijs evolueert in functie van het inkomen dat mensen hebben. Dus elk jaar opnieuw wordt in functie van het inkomen de huurprijs herberekend. Okay. Maar wat betreft het signaal dat men geeft aan mensen die bijvoorbeeld op een wachtlijst staan of momenteel een leven uitbouwen dankzij een sociale woning die er recht op hebben? Wel, het signaal is, denk ik, zoals het model nu is, is het volgens mij in evenwicht, is het goed. Zit er inderdaad checks en balances in die oké zijn? Het signaal natuurlijk dat je na 9 jaar, als je niet actief bent of geen werk vindt of geen werk wilt vinden, ja, dat vind ik een zeer negatief verhaal, omdat ik heb daar het gevoel dat men sociale huurders altijd wegzet als oftewel profiteurs of fraudeurs. En daar heb ik wel een heel groot probleem mee. En dat boodschap is geen voorstel van de minister. Dat de boodschap te negatief is moment. Die negatieve setting wil ik ook niet meedoen. Maar wat we wel doen natuurlijk is, we vragen ook iets terug van die sociale huurders. En dan zijn er 2 zaken waar ik mezelf heel hard voor engageer om dat ook te doen. Dat gebeurt nu al, maar wat ik zelf zeer belangrijk vind. Eerst en vooral vragen we van die mensen om Nederlands te leren. En bij deze legislatuur wordt dat niveau Nederlands dat we moeten kennen ook iets verhoogd. Ik vind dat we dat ook kunnen vragen. Hè. We spreken hier over een samenlevingsmodel. Mensen die bij elkaar leven, dan is het ook maar normaal dat men met elkaar kan communiceren. Dus we vragen om Nederlands te leren. En een tweede, als ik nog even mag, vanaf 1 januari 2023 zal het ook verplicht zijn voor mensen die kunnen werken om zich effectief te gaan inschrijven bij de VDAB. En dat is natuurlijk een activeringsbeleid, dat is een ondersteuningsbeleid. Heeft niks te maken met pestgedrag of mensen moeten daar geen schrik van hebben. Nee, dat begrijp ik. Wij willen die mensen net sterker maken. Ja, dat begrijp ik, die redenering. Maar om af te ronden, meneer de minister, tegelijkertijd is er ook nog altijd geen antwoord op de vraag waar komen al die woningen vandaan? U stelt de vraag zeer terecht, want een van de grote uitdagingen, en dat weet de VVA ook zeker, is plaats. Er is in Vlaanderen een heel grote consensus over het feit dat we de open ruimte die er is, dat we die moeten gaan bewaren. Hè? Dat het, iedereen voelt dat aan, dat we die kunnen blijven bijbouwen. En u weet ook dat het samenhangt met de andere belangrijke dossiers die er zijn in de Vlaamse regering. Absoluut. Stikstof, betonstop. Een van de grootste uitdagingen deze decennia die we zullen meemaken, is effectief nu die ommekeer maken voor heel lange tijd in de toekomst. Okay. En dat is een van de grote vragen. Tegen 2050 hebben we 400.000 extra woningen nodig. Dus denk maar eens na, als je dat wil doen zonder open ruimte in te palmen, dan is die uitdaging gigantisch. Met andere woorden, het is heel belangrijk dat die knoop heel binnenkort wordt doorgehakt. En ik zeg heel kort nog, meneer Mallans. Het enige wat ik daar kan bij aanvullen is van, bekijk sociaal wonen als een deel van de oplossing, niet van het probleem. Dan denk ik dat we een hele grote stap verder zijn. Okay. Heren, ik dank u beiden voor dit gesprek. We moeten het ook opnieuw hebben over de politieke saga rond premier Johnson, die maar niet gaat liggen, integendeel. Terwijl Johnson spitsroede liep in het parlement en het rapport over het interne Partygate-onderzoek dan toch op zich liet wachten, dook een nieuw schandaal op. De premier zou gelogen hebben over de evacuatie van honden en katten uit Afghanistan. Met andere woorden, heeft hij dieren voorrang gegeven op mensen. Dirk van Zundert volgde het debat vanmiddag. We now come to the leader of the opposition,
Keir Starmer. Yeah. The ministerial code says that ministers who knowingly mislead Parliament will be expected to offer their resignation. Does the Prime Minister believe that applies to him? Prime Minister. Mr Speaker, of course, but let me tell the House that I think he's inviting a question about an investigation which, as you know, Mr Speaker, I can't comment, and on which he, as a lawyer, Mr Speaker, will know that I can't comment on. And what I am focused on is delivering the fastest recovery of any European economy from COVID. Keir Starmer. On the 1st of December, the Prime Minister told this House, in relation to parties during lockdown, all guidance was followed completely in number 10 from that dispatch box. Yeah. On the 8th of December, the Prime Minister told this House, I have been repeatedly assured since these allegations emerged there was no party. So since he acknowledges the ministerial code applies to him, will he now resign? No, Mr Speaker. But, you know, you might not believe this, but our constituents are very interested in both the questions and the answers. If some members do not wish to hear it, please leave quietly. Keir Starmer. Let me spell out the significance of yesterday's developments. Sue Gray matter to the police, having found evidence of behaviour that's potentially a criminal offence. If members want to laugh at that, laugh. The police spelt out what they meant. They decided on the material they've already got, that those involved knew or ought to have known what they were doing was an offence, and that there was little ambiguity around the absence of any reasonable defence. Does the Prime Minister really not understand the damage his behaviour is doing to our country? Mr Speaker, what's been going on in Downing Street? Let me just remind the House of what's been going on in Downing Street. We've been prioritising the COVID backlogs, Mr Speaker. Investing massively in 9 million more scans so that people get the treatment that they need and that they've been waiting for. They have no plan at all to fix the NHS or to fix social care. Vote Labour, wait longer. Here's Farmer. The reality is that we now have the shameful spectacle of a Prime Minister of the United Kingdom being subject to a police investigation. Whatever he says in his statement later today or tomorrow won't change the facts. Yeah. Isn't this a Prime Minister and a government that have shown nothing but contempt for the decency, honesty and respect that define this country? Mr Speaker, I only wanted to add the point that we've taken the tough decisions, we've got the big calls right, and we're, and in particular I, am getting on with the job. Ja, en we gaan naar Lia van Beckhoven. Goedenavond, Lia. Wat voor indruk maakte Johnson vandaag? We zagen hem net even, want hij zit toch in de verdrukking. Precies, Kathleen. Maar zoals je al zei en zoals je eigenlijk al zag, hij is ontzettend energiek, heel erg strijdlustig. En dat is precies wat hij nodig heeft om zijn troepen, zijn eigen fractie, achter hem te scharen. Hij wil ze laten zien, ik loop nog lang niet op mijn politieke tandvlees. Ik ben nog springlevend, ik zit niet in de verdediging. Schaar je achter mij en wie weet kan ik zelfs voor jullie de volgende verkiezingen winnen. En daarom zie je ook tegenwoordig dat Boris Johnson zo vaak in het parlement is. In de cafés, de bars, de restaurants van het Lagerhuis, waar hij anders nooit komt. Maar vandaar dus wel. En hij zou vanavond tegen een paar Kamerleden gezegd hebben dat hij voelt dat hij het slachtoffer is van een samenzwering, van een heksenjacht tegen hem, georganiseerd door de oppositie en de Britse media. Wanneer, Lia, krijgen we dat fameuze rapport te zien? Want dat leek voor vandaag te zijn. Ja, wachten op Sue Gray. Een beetje het nieuwe wachten op Godot. Het komt zeker vandaag niet meer, misschien morgen, hooguit overmorgen. Maar wat er gaat gebeuren is dat bewuste onderzoeksrapport van die regeringsambtenaar naar Partygate, de zogenaamde illegale lockdownfeesten in en rondom Downing Street, dat gaat
gedropt worden bij Boris Johnson in Downing Street. Hij gaat dat eerst lezen. Dan zal hij het doorsturen naar het parlement. Kamerleden zullen dat dan doorkijken. Waarna de premier een verklaring zal geven in het Lagerhuis. En daarna is het een vraag-en-antwoord sessie. Dus het zal zeker gebeuren. Morgen, misschien overmorgen. Het komt wel. Ja. Intussen is er alweer een nieuw schandaal. Waarover gaat dat? Ja, dat noemde je al. Dat was, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar in augustus was er een hoop gedoe hier in Groot-Brittannië naar aanleiding van de evacuatie uit Afghanistan van 173 honden en katten die overgevlogen werden naar Groot-Brittannië. De reden was dat een Britse veteraan in Kabul een dierenasiel had en erop had aangedrongen bij de top van het Britse landsbestuur om hem en zijn dieren voorrang te geven. Voorrang boven bijvoorbeeld Afghaanse tolken, hè, die ook een veilig heenkomen beloofd was, maar die het nu niet kregen, in ieder geval niet allemaal. Boris Johnson heeft toen desgevraagd gezegd dat hij daar helemaal niets mee te maken had. En nu vanmiddag blijkt uit e-mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Johnson wel degelijk de klap gegeven heeft op dat besluit om die dieren over te vliegen. Met andere woorden, Johnson heeft gelogen. Je zou het bijna zeggen. Nou weet ik niet hoe hard dit erin hakt, moet ik zeggen, bij de politieke partij, fractie. Het lijkt inderdaad niet aflatend. Hè? Iedere dag weer een nieuw schandaal of een nieuwe ontwikkeling. Maar dit van die dieren, ik weet niet hoe zwaar dat wordt opgepikt. Wat ik wel interessant vind, is dat sommige delen van de conservatieve partij doen mij steeds meer denken aan de republikeinen in de Verenigde Staten onder Donald Trump. Hè, waar je ook steeds grotere secties hebt, waarvoor oude waarden als, laten we zeggen, moreel leiderschap, verantwoordelijkheid nemen, de waarheid spreken, niet liegen, zeker niet in het parlement, integriteit, die zijn veel minder belangrijk en doen er soms helemaal niet meer toe. Ik weet niet hoe ontvankelijk de Britse kiezer is voor die omwenteling in de Britse politiek, zeker in de Britse regeringspolitiek. Maar het wordt zeker heel interessant om dat de komende jaren mee te maken. Dat is zeker zo. Dank je wel, Lia. En u hebt heel ter zake gehad. Zometeen is Bart Scholz er met zijn gasten. Wat mij betreft, graag tot morgen.